gaan vandaag een articulated buffet maken. Maar bij deze snoepstreamer draait eigenlijk alles om waterverplaatsing. Zoveel mogelijk turbulentie in het water creëren. Nou, dat zie je aan de volle kop. En voorzien hem ook nog even van een foamschijf, zodat hij nog extra veel water verplaatst. Nou, zoals je ziet maken we maar twee delen. Een mooie stingerhoek achterin, zodat we altijd een goede hakingskans hebben. Nou, beginnen we met het achterste gedeelte. Daarvoor gebruiken we een haak met een ruime bocht. Een goede stevige streamerhaak, maar wel een wat kortere shank. Begin met het opzinten van de binddraad. Zorg dat je voor dit patroon een beetje een stevig binddraadje gebruikt. Ik gebruik nu een Uni Big Fly, maar je kan ook een UTC 280 gebruiken. Dan gaan we de binddraad mooi aanzetten tot aan ongeveer de haakpunt. Je bobbin een beetje naar beneden zo. Ja, die hangt mooi gelijk. Nou, voor de staart gaan we mooie saddle feathers gebruiken. Een mooie beweging te creëren. In dit geval gaan we een Fire Tiger kleur maken. Ja, een kleur die het eigenlijk altijd wel doet. Altijd goed om de snoeken een beetje gek te maken. Zorg dat je voor de staart mooi een beetje de brede veren gebruikt. Een beetje bulk in die staart. Gaan we mooi aan de zijkanten inbinden. Zo. Mogen best wel een eindje uitsteken. Ja, dat is net onze even die mooie beweging te creëren in die staart. Hou mooi aan de zijkant. Je duim erop. En dan maak je even een paar slagen eromheen. Zo. Je ziet dat ik hier niet de fibers wegstrip van de steel, maar juist laat zitten. Nou, dat is om wat meer hechtingsvermogen te creëren. Dan doen we hetzelfde aan de andere kant. Een beetje veer even uit de andere. En dan zetten we die mooi aan de andere zijkant. Een paar goede slagen eroverheen. Knippen we mooi steeltjes weg. Zo. En dan gaan we even mooi bedekken met binddraad. Even de lijm. Even een klein beetje lijm erop. Je zal zien dat ik dit straks ook een stap ga herhalen met de lijm. Ja, de snoekstreamers worden toch vaak goed gepakt. Die snoeken die misbruiken die streamers best wel. Dus dat moeten we even mooi stevig maken. Nou, dan gaan we nu voor de start mooi wat bucktail gebruiken. Zo. Even een mooi pluk. Even mooi zo met je vingers eroverheen. Dat je even de valse haren er tussenuit haalt. Dan heb je de bucktail even tussen twee vingers. Wat we nu gaan doen is eigenlijk even drie losse slagen over de bucktail heen doen. En dan kan je hem duwen. Zodra je er nou kracht op gaat zetten, zal je zien dat hij mooi doorrolt. En dan hebben we een mooie gelijke verdeling van de bucktail. En niet in één keer te veel kracht erop zetten, maar gewoon bij elke slag weer even wat kracht. Even de botkin erbij, dan haal je even de fibers ter haakbocht vandaan. Zo. Ik ga dit nu even een beetje opschonen. En dan pakken we weer even de lijm. Nou, pakken we weer even een paar mooie saddleveren. In dit geval ga ik eigenlijk maar wat groene pakken. En een beetje mooi die
mengeling van die drie kleuren te krijgen. Bij deze gaan we de veer dan mooi erbovenop leggen. Die andere twee hadden we aan de zijkant, dan doen we deze aan de boven- en de onderkant. Dan krijgen we een mooie verdeling van al die veren. Je ziet dat ik in de staart mooi de brede veren gebruik. Dus om een mooie volle staart te krijgen. Zodat we hem ook articulated maken. Dus zometeen eigenlijk gebruik maken van twee haken. Ja, met een staaldraadje zal dit heel mooi gaan zwenken zometeen. Dat willen we in het water, zoveel mogelijk beweging creëren. Aan de onderkant krippen we de steeltjes weer af. Je ziet hier dat af en toe nog wat van die fibers blijven zitten, dat is helemaal niet erg. Vouwen we mooi naar achter. Goed bedekken met binddraad. Dan gaan we nu nog mooi een klein beetje flash gebruiken. En de snoekstream is toch altijd wel mooi om een beetje iets glimmends erin te hebben. In dit geval gebruik ik een blend. Met meerdere kleuren erin. Extra UV. Om een beetje mooi op te laten vallen. Wat ik eigenlijk doe is pak een mooie lange pluk. Maak je flash net iets korter dan de veren. Leg hem eroverheen en vouw je hem eigenlijk een beetje rond met je vingers. Ja, mooi zo zitten. Doe je even een paar losse slagen. Een beetje winddraad eroverheen. Zo kunnen we hem nog een beetje positioneren. Nou, pakken we de andere helft en die vouwen we mooi terug. En ook hier weer een beetje ruim. Nou, dan gaan we nu weer het bucktail inbinden. Alleen bij deze stap gaan we hem hollow taaien. Dus we binden hem met de lange fibers die kant op, klappen hem terug. Nou, dat zorgt er eigenlijk voor dat we extra profiel in het water creëren. En zoals we bij dit patroon willen, is dat hij zoveel mogelijk water verplaatst. Zoveel mogelijk turbulentie creëren. Nou, en dat doen we eigenlijk op deze manier. Nou, als je gaat hollow taaien, kan je het beste een beetje onderaan de bucktail wat fibers pakken. Die zijn vaak net wat holler. Dus zullen ze mooi uit gaan staan. Ook hier weer ongeveer dezelfde hoeveelheid. Nou, leg je hem er mooi op. Pak hem even over met je andere vingers. En dan ook hier weer even die losse slagen eroverheen. Duwen met je vinger. En dan rustig aan op spanning brengen. En dan zal je zien dat hij mooi uit gaat staan. Nou, wat ik nu ga doen, ga het binddraad eigenlijk helemaal naar het haak overbrengen. En dan hebben we een mooi opgevulde haak. En niet al te veel materiaal. Gaan we hem nu naar achter binden. Haal even de losse fibers ertussenuit. Zo. Ja, voor het terugduwen van de bucktail is het zelf altijd makkelijker om een packer te gebruiken. Doe je er zo op. En dan hebben we hem mooi naar achter staan. Pak hem even met je twee vingers. En dan gaan we nu eigenlijk rustig aan tegen die bucktail aanbinden. Maak een mooi stoppertje van winddraad. Zo, dan zie je die bucktail. Het zat heel mooi wijd uit. Dat zorgt voor extra waterverplaatsing. Dan kunnen we even de whip finishen. Hier eruit af. Ook hier gaan we een beetje lijmen. Pak even de bucktail. Mooi. Vouw mooi naar achter met je vingers. Dan kan je ook gelijk een beetje lijm. Het beginnetje van de bucktail doen. Zorg ervoor dat hij wat duurzamer wordt, maar dat hij ook mooi in deze positie blijft staan.
kan je hem mooi weer een beetje bij het uittrekken. Ik wil er wat losse fibertjes knippen die nog even weg. Nou, dan hebben we nu de staart. Leggen we die heel even aan de kant. En dan pakken we nu de voorste haak. In dit geval gebruik ik wel een langstelige haak. Dus omdat we dan mooi de kop, mooi de ruimte hebben om lekker veel materiaal erin te binden. We beginnen met het opzetten van het winddraad. Dan brengen we nu het winddraad weer mooi naar de haakpunt ongeveer. Hetzelfde als met de vorige haak. Nou, om deze twee haken elkaar te gaan verbinden, gebruik ik een mooie staaldraad. In dit geval met nylon gecoat. Mooi soepel en heel sterk. Knip je even een stukje af. Ik geef je achterste haak. Zet hem er doorheen. Vouw je hem dubbel. Nou, pak je nu een paar wickeltail beads. En die schuiven we dan mooi over het draadje in. Over het staaldraad. Zie je dat hij mooi bij elkaar blijft. En het zorgt ook weer voor wat extra attractie in die vlieg. Zo. Drie stuks in dit geval. Mooi is bij deze dat ze ook van een wat zachter plastic zijn. En dat mocht je een keer ergens tegen de, ja, tegen de beschoeiing aangooien of tegen een steentje, ja, zullen ze niet uit elkaar spatten. Nou, gaan we nu de twee haken met elkaar verbinden. Nou, in dit geval, de voorste haak laat ik altijd met de haakbocht naar beneden staan. Bij deze laten we hem naar boven wijzen. En dat zorgt voor de meeste inhakingskans. Leg hem erop. Om eventjes tijdelijk vast te zetten. Pas slaag de winddraad eroverheen. Nou, pakken we nu twee uiteinden van het staal. Die vouwen we even door het haakoog heen. Pak je even je lijm. En dan mooi de haakstil inlijmen. Mooi eronder. Extra goed vastzitten. En dan binden we hem nu helemaal naar voren. Nou, pak je nu even één voor één je staaldraadjes en vouw je mooi naar de zijkant. Mag best een beetje druk opzetten. Even een paar slagen zo. Doen we hetzelfde aan met de andere. Nou, pak je weer even je kniptang. En dan knip je je staaldraad tot ongeveer de helft van je haaksteel af. Hetzelfde. Zo, weer een beetje lijm. En dan binden we hem weer helemaal naar achter. Nou, ik vouw hem eigenlijk altijd door mijn haakoog heen en terug. Zorg ervoor dat het staal er eigenlijk altijd blijft zitten. Ook als de snoep bijvoorbeeld alleen de achterkant pakt, alleen de achterste haak. En dan binden we hem weer mooi naar de haakpunt toe. Zo. Beginnen we weer even weer met wat bucktail. In dit geval ga ik nu dan weer de gele gebruiken. Ook hier weer mooi wat fibers van de onderkant, mooie lange holle fibers, zodat die mooi gaat uitstaan. Meet je hem even mooi af, zodat die mooi de punten eigenlijk tot aan de bocht van de achterste haak komen. Steek hem mooi zo uit. En ook deze gaan we weer hollow taaien. Gewoon er weer even op. Weer even drie losse slagen. Geen druk erop zetten nu nog. Dat gaan we nu doen. Zodra we nu de druk opzetten, zie je dat hij mooi de fibers over die hele haakstil heen rollen. Dan heb je hem mooi verdeeld.
klein beetje bijknippen. Want er mag best wel wat blijven zitten. Weet je, dat zorgt ervoor dat hij mooi wijd uit blijft staan. Dat is wat we willen. Pak je weer even je pekker. Bouwen we even mooi naar achter. En dan gaan we weer tegenaan winden. Zie je ook weer dat de bucktail hier heel mooi wijd uit gaat staan. Ook hier weer een klein beetje lijm. Goed vast te zetten. Nou, pakken we nu weer even wat flash. Eigenlijk hetzelfde als bij de vorige stap. Mooi in een klein plukje. In dit geval kunnen de sliertjes wel wat korter zijn. Dus we gaan hem eigenlijk even dubbel vouwen. Knippen we hem af. Dan gaan we ze net iets langer dan de bucktail laten uitsteken. Dan vouwen we weer even mooi over je haakstel heen. Dan gaan we even mooi een paar losse slagen eroverheen. En dan hier ook weer terugvouwen. Weer een paar zettelveertjes. In dit geval kunnen we wat kortere gebruiken. Eigenlijk waar de body zijn. Mooi steeltjes weer af. En dan voelt hij lekker met je winddraad. Nou, pakken we weer even het bucktail. In dit geval gaan we naar de groene toe. Ook hier weer mooi. Een beetje van de onderkant. Uitmeten, punten eigenlijk gelijk komen op de punten van de gele, net iets eronder, zo. Dan maak het overige gedeelte even weg. En dan gaan we ook deze weer even mooi opdraaien. Ik heb er goed overheen. Soms heb je wel eens wat plukjes die niet zo heel mooi uittrekken. Als je druk op je winddraad zet, dat is helemaal niet erg. Ga vooral niet al te hard trekken aan je winddraad. We kunnen hem zo meteen gewoon met de pekker vouwen hem terug. En dan krijgen we eigenlijk hetzelfde idee. In dit geval een klein beetje opschalen. Hoe verder we naar de kop gaan, hoe breder die bucktail uit mag staan. En met deze kunnen we iets minder ver naar achter dan bij de andere stappen. Pakken we weer wat flash. Even om extra op te laten vallen.
Dat is eigenlijk waar het om draait bij dit patroon. Ja, dat hoeft helemaal niet subtiel. Pak hem nog bereikt aan. Een mooie set al veren. We hebben nu de groene backtail gebruikt. Pak ook een paar mooie groene veertjes. Deze gebruik ik weer iets slanker. En dan wel weer wat langer. Dat is mooi om een beetje een mooie mix te maken. Dit paar we de gele hadden we aan de zijkant gedaan. Doen we deze maar bovenop en onderop. Zo, dan heb ik hier weer even mijn dubbeltje aan gebruiken. Even goed fixeren. Voor wat extra stevigheid, wat extra duurzaamheid. Gaan we nu de kop maken. Bij de kop van een buffetstijl streamer wil je eigenlijk dat je heel veel bulk voor in hebt. Nou, dat gaan we doen door de bucktail te gebruiken. We gaan ook nog zo meteen een schijfje foam ervoor doen. Nou, dat zorgt ervoor dat hij echt extra veel water gaat verplaatsen. We beginnen met de bucktail. Ook een mooi oranje. Nou, in dit geval. De kop gebruiken we eigenlijk twee keer de hoeveelheid bucktail die we normaal gebruiken hier in deze delen van de vlieg. Best wat kortere fibers zijn. Mooi aan de onderkant. Voel of ze mooi hol zijn. Mooie dikke fibers. Zoals je ziet, ja, is echt wel twee keer zoveel als de andere. En dat heeft hij ook echt wel nodig. Dit nog iets naar voren. De kop gaan we. Niet reverse inbinden, leggen we gewoon mooi met de fibers naar achter. Een paar vingers eroverheen. Je ziet dat ik hem ongeveer aanhoud tot aan de haakpunt. Ja, tot aan het aankoop hier. Daar laat ik hem uitsteken, dat zal zo meteen heel mooi omhoog gaan staan. Hier pakken we even drie slagen eroverheen. Los, geen druk. Dan gaan we nu druk zetten. Dan zie je nu de bucktail eigenlijk over die steel in de rol. Even mooi naar achter blijven duwen. De hairpacker hangen we even mooi achterin. Gaan we even mooi afbinden. Nou, dan gaan we nu nog even voorzien van een palmdisk. Die zorgt er eigenlijk voor dat hij een beetje af gaat drijven. Maar eigenlijk het belangrijkste wat hij van dit gaat doen is nog extra veel water verplaatsen. En een mooie stomp voorwerp voorop zorgt ervoor dat hij extra veel turbulentie gaat creëren in het water. Dat is wat we willen met dit patroon. Ik heb hier een foamcilinder. Daar heb ik al even mooi een reepje afgesneden. Een mooi dun reepje van ongeveer een half centimeter. Pak even je naald. Dan steek je hem eigenlijk even door het midden van de foam. Zo, een gaatje. Dan doen we nu aan de andere kant precies hetzelfde, alleen dan zetten we hem net naast het eerste puntje. Dan doen we nog een gaatje maken. Even zo meteen makkelijk over de haak heen. Zo. Dan pakken we nu even de lijm. In dit geval gebruik ik even een gel. Even wat dikker. Zal ik veel beter opvullen tussen de bucktail. Zal die schijf wat mooi vastgelijnd blijven. Dan gaan we hem even goed in. Dan duwen we hem nou mooi over het haakoog heen. Dan even wat extra fixeren. Nog even wat slagen winddraad ervoor.
Druk hem af. Trek je mooi de ductile even naar voren toe. En dan naar achteren duwen. Even de volume weer. Even de schaar. En dan knip ik de voorkant nog een beetje schuin weg. Zorg voor een mooie peper in het water. Zorg voor dat je alleen de korte puntjes van de ductile hebt in. Nou, dat is hem dan, onze articulerende buffer. Ik zou zeggen, heel veel plezier met het binden van dit patroon en natuurlijk met het vissen ervan.